Nog voordat de zon opkwam, wist Antonia dat haar dagen geteld waren. Ze wist meer. Ze wist dat dit haar laatste dag zou zijn. Niet dat ze zich slecht voelde, maar in tegenstelling tot de meeste andere mensen, wist Antonia wanneer genoeg, genoeg was. Ze zou haar dierbaren bij zich roepen. Ze zou hun vertellen dat ze dood zou gaan. En ze zou haar ogen sluiten en sterven. De boer Bas zou eigenhandig haar kist timmeren. En Olga de Russische zou haar afleggen. Met haar ervaring kon dat gebeuren in een handomdraai. Met haar tact was het niets om je over te generen. Haar achterkleindochter zou niet van haar sterfbed wijken, omdat ze heel precies wilde weten hoe het wonder van de dood zich zou voltrekken aan haar geliefde overgrootmoeder. Ja. Het wordt tijd dat ik sterf. Ze stond op van haar bed om de laatste dag van haar leven te beginnen. Is dit het? Ja. Dit is het. Ik vind er niet veel aan. Dat vond ik ook toen ik hier 20 jaar geleden wegging.
Het is niet veranderd. Het dorp mag er niet wel voorstellen. Rustig is het wel. Hier ben jij geboren? Mm-hmm. Vlak na de oorlog kwam Antonia terug om haar moeder te begraven. Maar die bleek nog volop in leven. Dat je uit wreek. Dat je ze neemt in de steek achter de kerk, hè? Gewetenloze schuld. Dement als een oude dief. Maar lastig? Altijd geweest. Gewezenlachtige stinker, rotte, strontzak. Gelijk heeft ze wel. Mijn vader was een oude viespeuk. Nam het eerst de moeite om ze in donker te knijpen. Hij is 30 jaar dood. Moeder, ik ben terug. Wat zeg je me daarvan? Ik ben zo snel gekomen als ik kon. Dit is mijn dochter, Danielle. Uit mijn oren! Schepsel van Satan. Gewetenloze, arglistige, vervolgzaldaar. Hoor roepen. Slechte, slechte, slechte man! Goed. Ha! Oh. Patria, filio, spiritus, sancti. Amen. Antonia? Xantam, catholicum, xantam. Hoera! Xantam, patria. Antonia! Ja, moeder? Te laat. Zoals gewoonlijk. Krijg je vader. Amen. Rust in vrede, moeder. Terwijl het hoogst onwaarschijnlijk is. Oremus, Pater Noster. Dat is Giel de Smit. Daar liep ik vroeger mee. Ah, Gieltje! Die is oud geworden. Het huisje van de Kromme Vinger. Een oude vriend van me. Ik vraag me af hoe die de oorlog is doorgekomen. Dat is de malle Madonna. Ze kan niet tegen de volle maan, dan gaat ze blaffen. De protestant wordt er gek van. Hij zit onder haar. In meer dan één opzicht. Kom. Dat is nou het café van Olga de Russisch. Combineert ze heel aardig met de andere beroepen van vroedvrouw en lijkenaflegster. En daarna stonden op zaterdagavond alle kerels te pissen. De lucht op zondagochtend kon spijkers rondtrekken. Ah, de nonnetjes. Nog steeds niet uitgestorven. Thank you.
turned to the right, a little white light will lead you to Het is allemaal onzin hoor, maar zo gaat hij nou eenmaal. Zo. Het zwarte schaap is ook weer terug, hè? Dat zie je toch? Ben je behalve blauw ook nog blind tegenwoordig? Oh, wat doen wij drie pils? Nog altijd even lelijk en even kattig als vroeger. Maar je hebt godverdomme wel een mooie pruim voor een dochter, hè? Hier, mijn twee zonen. Volbloed raspaarden. Wat zeg ik? Hengsten zijn het. Overrijp voor de huwelijkse staat. Hè? Klaar voor de dek. Hè? Dat is niks voor jou, meisje. Hè? Olga, doe mij een citroentje. Heeft die vrouw wat te drinken, Olga? Mijn dochter is ook nog altijd in aanbieding, hè? Die kan je zo meekrijgen. Ja, ze heeft wel niet alles even op een rij, maar ze is zo sterk als een zwangere dat zeug. Dat verhaal kennen we. En haar uitzet ligt al jaren klaar in de kast. Jij zit... Idee! Idee, kom eens binnen, kom. Daar gaat hij weer. Het is hier geen onder G. Rustig. Kom binnen! Kom naar binnen, zeg ik je. Ben je al doof geworden? Kom, allee, vooruit, op, allee, vooruit, laat eens maar kijken, kom, allee, hop, kom, laat eens maar kijken. Hé, hey, dat flink mokkertje, hey, kijk eens, kijk, hé, hey, dat flinke, als je zo meepakken. Ja, dan weer. Hé, 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 waar gaat de reis naartoe, hè? Drink de pils en hou je goede kop. Dat is maar net mijn... Je bent een goeie. Nou, kom op. Modelen. Schudden, schudden, schudden. Ik heb geen tijd. Ja, doorgeven, doorgeven. Kom op. Nou, wat heb ik gekregen? Even kijken. En zo keerde Antonia met haar dochter Danielle terug in de schoot van haar voorvaderen. De twee vrouwen nestelden zich in het roze huis en trokken zich zo weinig aan van de dorpelingen dat deze hem maar accepteerden. Zoals ze dat deden met een slechte oogst, een mismaakt kind en een niet altijd even waarschijnlijke, maar vanzelfsprekende alom tegenwoordigheid van God. Blij met de terugkomst van Antonia. Sinds de oorlog weigerde de Kromme Vinger zijn huis te verlaten. Dus Antonia kwam bij hem en nam haar dochter mee. Weet je nog hoe we altijd gingen wandelen in het bos?
Dat bos heeft wat gezien. Van ons. Hoe is het met je vrouw, Gieltje? Goed. Goed. Komt er nog wat van? Kom hier! Kom hier, ondankbare hond! Wil ik, kom terug! Ons een stuk vreten! Kom terug! Hoewel het verstand van Lippe Willem ietsje trager werkte dan bij andere mensen, had hij niet veel tijd nodig om voor Antonia te kiezen. De boer Bas was import. Hij woonde immers pas 20 jaar in het dorp. Dat maakte zijn omgang met de boeren soms lastig. Maar met Antonia had hij geen enkel probleem. Ik heb het wel vol. Ja, dat wordt eens een beetje naar. Vooruit, kom. Dat zou ik dan weer maar liever. Ja, nee, vooruit, kom. Geef eens een paar met... Achterlijke Dede woonde met haar moeder, vader en 2 broers op een rijke boerderij. Naast de harde stemmen van de mannen viel het zwijgen van de vrouwen nauwelijks op. Van Rumensiaanse omvang, onze Coba. Op zondagmorgen had ze malon voor haar eigen gestookte jenever. Schaterend laveren ze dan haar meskar tussen de kerkgangers door naar de mis. Ach, borstrokken Bertje. Zijn vader zat in de textiel. Bertje was de beste vriend van de Kromme Vinger en mij. Hij heeft in het verzet gezeten. Hij had een heel Joods gezin op zolder. Toen hebben ze hem verraden en samen met de onderduikers gefusilleerd. En wie was er te scheiterig om hem de laatste sacramenten toe te dienen? Ik kwam even met u praten. Waarover? Over u en mij.
over trouwen. Kijk, ik dacht zo... U bent weduwe en mijn vrouw is dood. U bent een prompte vrouw. En mijn zonen hebben een moeder nodig. Ik heb uw zonen niet nodig. Nee? Nee. En heeft u ook geen man nodig? Waarvoor? U mag van tijd tot tijd langskomen, want er zijn dingen te doen in het huis die wij zelf niet kunnen. U zou me zeer verplichten als u ons daarbij behulpzaam zou willen zijn. En wat krijg ik daarvoor in ruil? Een bak koffie, een paar eieren, groenten. Dat heb ik zelf allemaal. Goed. Ik zie wel. De boer Bas kwam regelmatig en Antonia gaf hem haar genegenheid, maar voorlopig niet meer dan dat. Ik kom de zaag terughalen. Oh, in de schuur. Ik zal hem even pakken. Nee, nee, laat maar. Ik doe het wel. Waarom heb je dat niet gedaan? Je hebt toch gezegd dat je dat moest doen? Kom maar toch. Als het morgen regent, wat gaan we dan doen? Meteen krijg je een lekker bad. En morgen gaan we een nieuwe bril voor je kopen.
Het dorp wist alles, zoals gewoonlijk. Maar men zweeg als de doden die er bijna gevallen waren. Witte herstelde van zijn wonden en verdween. Niemand wist waar naartoe. Soort zoekt soort, zei Antonia. En Dede en Lippe Willem vonden elkaar. Heb je dit gezien? Nee, die is alleen geïnteresseerd in boeken. Trouwens, dat is niet goed. Ik moet nog leren, ik moet nog heel veel leren. Dus Danielle ging leren. In de grote stad. En ze was gelukkig. Vlakverdeling. En kijk je dan eens naar deze lijn, het is vooral heel veel. Het is nog groot voor de lang. Het is een aan De dagen regen zich aaneen tot weken en jaren gingen voorbij. Antonia zaaide, Danielle schilderde en de velden werden groen en dan weer bruin. Danielle, ja, trekken. Mam? Mam? Ja? Ik wil een kind. Waar komt die heilige dag vandaan? Een kind? En wat dacht je van een echtgenoot naast het kind? Nee. Dacht van niet. Santa Agata, ora pro nobis. Santa Martine. Wij zoeken het niet in het dorp, want dan krijgen we last mee. Santa Lucia. De boeren hier fokken toch alleen maar zo. En hun blik reikt niet verder dan de eerstvolgende koeien komt. Santa Anastasia, ora pro nobis. Santa Agata, ora pro nobis. Santa Michaela, ora pro nobis. Haal diep adem. Santa Lucia. Doei neus. Over een paar maanden gaan we naar de grote stad.
En daar vinden we de toekomstige vader. Santa Anastasia, ora pro nobis. Santa Barbara, ora pro nobis. Is dit? Het zou wel eens een huis voor gevallen vrouwen kunnen zijn. Het zal mij benieuwen of die nog ooit opstaan. Ik kan even gaan. Kom binnen, ga zitten. Ga zitten. Ja. Persoonlijk ben ik niets liever dan zwaar. Dit is mijn tweede en geloof me, het gaat niet in de eerste plaats om het copuleren en ook niet om de kinderen die er uiteindelijk van komen, maar het gaat om het dragen en baren. Dat is het mooiste wat er bestaat. Man, ja, wie niet? Wij zoeken een man om mij te bevruchten. We willen hem er niet bij, maar het is mij uitsluitend te doen om een kind. Hij hoeft het niet te weten. Wij handelen in deze volgens het principe wat niet weet, wat niet deert. In dat geval ben ik van de partij. Voilà. Mooie motor. Een goede kind. Ik vraag me af wat hij doet voor de kost. Is het een goed nest? Familie.
En, heb je sterren gezien? Nee, moet dat dan? Ach, het helpt wel. Misschien kan het ook zonder. Ster van de honger. Dat is een goed teken. Ja. Wij zijn een vruchtbare familie. Let, dat was me waar genoegen. Mochten we ook niet met je zijn, je weet me te vinden. Kom. Nou, dat zit wel goed hoor. Zeg, kind, vertel je nou even niet. Je bent echt zo goed in je echt, kind. Echt waar? Ja, wel. Nou, zullen we gaan eten? Het soort corruptie dat ons allen infecteert. Daarvoor waarschuwt ons de heilige Petrus. Die rots waarop onze kerk is gebouwd. Hen bovenal die leven naar het vlees in onreine begeerte en die de heerschappij verachten. Het rijk der Joden kwam ten val door de vervloekte Jezebel en haar verdoemde dochter. Het is te schaamtevol, is het, dat zulke creaturen vrouwen zijn. Zij zouden een voorbeeld moeten zijn van nederigheid en gehoorzaamheid. Zij zouden hun dochters moeten instrueren in kuisheid. Laat hen berouw tonen, vermits zij op de dag des oordeels niet in het vlammende hellevuur zullen worden gestort. De boer Bas kwam tot de conclusie dat er maar één oplossing was. Chantage. En de Heer sprak tot hen: wie van u zonder zonde is, werpte de eerste steen op haar. En net als degene die haar beschuldigden, dienen wij ons rekenschap te geven van onze eigen zonde, voordat wij anderen veroordelen. Gedenken wij ook dat de redding van deze wereld tot ons kwam door middel van een vrouw. En dat niemand haar vergeefs om bescherming en hulp vraagt. Laten wij ook niet vergeten de tekst die wij lezen op de naamdag van een heilige vrouw. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding en het brood der traagheid eet zij niet. Therese. Antonia en Danielle bezochten de Kromme Vinger nog steeds en nu namen ze Therese mee. Soms leek het of Therese meer van de Kromme Vinger begreep dan Danielle ooit had gedaan. Hoe het zou zijn als we naar een duizendmaal snellere of tragere tijdschaal zouden overspringen. Zodat een leven van 80 jaar in 29 dagen zou worden afgeraffeld. Of juist tot 80.000 jaren zou worden vertraagd. De tijd... Hoe zit het nou met tijd? Maken wij tijd? Wij hebben de tijd bedacht.
Misschien hebben de mieren ook een tijd. En de krekels. En de bijen. En de tijd van de vlinders. En de tijd van de bomen. En de tijd van de sterren. En de tijd van de maan. Vinger, je stinkt. Ja, schatje. Dat is de stank van een verleden tijd. En Therese en de kromme vinger sloten elkaar voorgoed in elkanders hart. Gedwarsboomd in een liefde voor elkaar door de dogma's van verschillende religies, bleef de protestant verder verwijderd van zijn malle Madonna dan zij van de maan waarnaar ze blafte. De kapelaan trad uit, omdat, zo zei hij, hij zijn levensvisie niet in overeenstemming kon brengen met de doodsvisie van de moederkerk. Het is nu al een hele tijd geleden dat u om mijn hand vroeg. Mijn hand krijgt u niet, maar de rest wel. Na jaren van onthouding heb ik wel weer zin. Laten we zeggen één keer per week. Misschien wat vaker. Van tijd tot tijd. Als het de noodzaak zich voordoet. Als de noodzaak zich voordoet, dan moeten wij zeker serieus daarover nadenken. En niet in mijn of uw huis. Het is daar veel te druk voor mensen van onze leeftijd. De seizoenen herhaalden zich. Zelfvoldaan plantte de tijd zich voort, zonder ooit iets anders te baren dan zichzelf. Retta! Is het
weer zo ver. Hoeveel heb je er intussen geworpen? Ik kan nergens meer terecht. Oh. Kinderen van de toekomst weten dat ik mijn best deed. Kom. Zo, en dit is Simon, mijn oudste. Doe toch niet pet af. En dit is Aletta. En is dat... Dat is Therese, mijn dochter. Oh, kind. Wat ben ik gegroeid, hè? Het is precies de vader. Hoe is het met mijn vader? Goed, hij is getrouwd. Met een bijzonder lelijk meisje. In het bezit van een gouden hart, een scherp verstand en een bierbrouwerij. Hij is heel gelukkig. Wie is dat? Dat is de kapelaan. Oh. Nee, goed gedaan, hè? Hij is uitgetreden. Oh. God zegen u, mevrouw. Dat mag ik hopen, ja. De kapelaan schopte Letta liefdevol elk jaar met kind en ze leefde nog lang en gelukkig. Sinds wanneer kan jij zo goed rekenen? Sinds ik 3 was. En van wie heb je dat dan geleerd? Heb ik van mezelf geleerd? Nou, ik kon mijn vinger even een beetje bijgeholpen. Hoeveel is 147 keer 48? 7056 natuurlijk. De wortel is 84. Het kwadraat is 49.787.136. Danielle, het spijt me je te moeten zeggen, maar jouw dochter is niet normaal. Dat ben ik toch, een wonderkind. Dat vrees ik ook, ja. Dit is Lara Andersen, de onderwijzeres van Therese. Van de eerste klas bedoel ik. Ze heeft 30 kinderen. Dat is een hele belasting. Nogal, ja. Therese is haar medeleerlingen ver vooruit en dat geeft natuurlijk problemen. Ze heeft zeer veel aandacht nodig. Wat ik voorstel voor Therese is dat de mensen in haar omgeving, dat bent u dus onder andere, extra lessen op zich nemen. Naast het gewone schoolwerk natuurlijk, dat ik aan Therese's capaciteiten zal aanpassen. Waar bent u goed in? Het hele kleurenspectrum, ze weet alles van schilderen. Ze timmert ook aardig. De kromme vinger helpt mee natuurlijk. Hij weet meer dan goed voor hem is. Filosofie, poëzie, godsdiensten. Logica, exacte wetenschappen. Ik dacht zelf aan 2 à 3 uur per dag extra voorlopig. Zou dat lukken, denkt u? Zou dat lukken, denkt u? Voorlopig, ja. Hoe laat zei ze dat ze zou komen? Ja, ze zei toch dat ze na het eten zou komen. Dat is toch nu? Na het eten? Ja, misschien eet zij wel later. Of misschien heeft ze helemaal geen zin. Zou ze wel vandaag komen? Ja. Therese, drink ze koffie of thee? Maar hoe moet ik dat nou weten? Sta stil of ga zitten. Hallo. Hallo.
Gaat wel. Dag. Dag. Meneer Theodora zegt dat God alles gemaakt heeft. Maar ze wil niet nadenken over wie nou eigenlijk God heeft gemaakt. Het is heel vaak de tragedie van gelovigen dat in geest niets anders toelaat dan het geloof. Mijn ervaring is dat religies vaak dood en vernietiging veroorzaken. Maar wat dan het over Plato? Erg, hè, dat niets is. Daarom is er zoveel. Heb jij wel eens een artisjok gegeten? Nee. Zal ik jij eens vertellen hoe je een artisjok moet eten? Ja. Een artisjok is zo'n grote, ronde, groene, dikke vrucht. Zo. Met veel blaadjes van die stevige, malse blaadjes. Zo. Eerst kook je hem, een beetje water met veel zout. Dan pel je de blaadjes af, blaadje per blaadje. Je doopt het in een saus van olie en azijn en nog zo van alles. En dan schraap je met je ondertanden het vlees van de vrucht tot je komt aan het hart van de artisjok. Het hart? Het hart, ja. En wat doe ik dan met dat hart? Met het hart, dat proef je. Hapje voor hapje met je ogen dicht. Het hart is dé delicatesse. Voor de hele vrucht is een delicatesse. Ja, de hele vrucht is een delicatesse. Ja. Zeg, krijg ik nou nog les of hoe zit dat? En toen, toen brak de liefde uit. In die tijd stierf de malle Madonna aan haar gebroken hart. De protestant volgde haar kort daarna. Macht en gewoonte, sprak het dorp.
De boer Daan viel van de combine harvester en brak zijn nek. Na bijna 15 jaar spoorloos te zijn geweest, stond Pitte plotseling in het deurgat en eiste zijn deel van de erfenis op. Pum, 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 pum. Dames. Dag, grote waan. Kijk even binnen. Wie is dat? Duivel. Maar kom. Therese groeide op samen met Simon, de oudste zoon van Letta. Hij was verliefd op haar en zou dat de rest van zijn leven blijven. De geniale Therese ontdekte dat denken meer nodig had dan alleen maar hersens. Ze leerde dat haar liefde voor muziek en wiskunde voorzag in de behoeften van hart en hoofd. En zich beperkend tot deze twee specialismen werd zijn autoriteit in beide. Uw essay heeft zekere merites, ontegenzeggelijk. Maar het is imperatief dat u zich de importantie realiseert van de opdracht. Ik heb apert gesteld, maximaal 2 pagina's en u heeft er 5. Ergo insufficient. In onze tak van wetenschap is het absoluut noodwendig, qui coatus, dat het besef, laat ik het zo stellen, ad notam, in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Op grond van het feit dat u niet in staat blijkt te zijn kwantiteit van kwaliteit te onderscheiden, kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat u incompetent bent. Ad veritatem. Ad arma! Ad fundo. In die verlichte tijd werd Therese verkracht. Door Pitte. Rondje, brave zaak. Pils voor iedereen. Het is de bieren. Ik hoop het zo. Hij is er niet.
meisje. Ja. Nee. Sta op. Naar buiten. En snel. Nu redelijk. Nee. En hou je mond. Als je wegloopt, dan schiet ik. Als ik het in me had om mensen te doden, dan zou ik jou doden. Ik kan je niet doden, maar ik kan je wel vervloeken. En mijn vloek zal je vervolgen door het eind van je dag. Zwijg! Kom hier nooit weer. Want mijn vloek zal je breken. Mijn geweld zal je vermorselen. Als je ooit terugkomt, zal mijn haat jou vernietigen. Je botten zullen breken, je tanden zullen splijten. Je tong zal zweren in je mond. Als je ooit terugkomt, zal het water dat je drinkt je bloed vergiftigen. Het voedsel dat je eet zal rotten in je keel. Zelfs de lucht die je inademt zal je longen verzengen. Te vergeefs zul je smeken om verlost te worden van de foltering. Die je straf is. Voor het verkrachten van een kind. Janne was nu heer en meester over de boerderij en voelde zich daar wel bij. Het dorp gonste van de geruchten, maar niemand stak een beschuldigende vinger uit. Want men was de dierbare overledene liever kwijt dan rijk. Thank you.
Mijn partituur wordt uitgevoerd. Ben je blij? Wel. Meisje, meisje, meisje. De wereld is een hel. Bewoond zowel door getormenteerde zielen als door duivels. Schopenhauer? De volksmond had ongelijk. De tijd heelt niet alle wonden. Hij verzacht alleen maar de pijn. En hij vervaagt de herinnering. De jaren vergingen. Thérèse werd 20. Kunnen we dus stellen dat asynchronier ketencomplex van de lege verzameling 0 is? In combinatie met stelling 5.8 geeft dit dat de n-de homologiegroep gelijk is aan de n-de relatieve homologiegroep als je als deelruimte de lege verzameling neemt. Nu kunnen we een functor van de categorie top 2 naar de categorie van ketencomplexen construeren. Definieer de functor S onder ster als volgt. S onder ster van een geordend paar x, a wordt het singuliere ketencomplex behorend bij deelruimte X uitgedeeld naar het complex behorend bij A. Ze probeerde een paar intellectuelen uit, maar vond niet wat ze zocht. De neo-kapitalistische maatschappij die de politieke inhoud van het socialistisch alternatief weet te reduceren tot een niet-materiële aanpassing van de formele aspecten. Kijk, aangezien de mens een kruispunt is van relaties, moet daarop als eerste ingewerkt worden. Kijk, de menselijke relaties zijn verstoord omdat de maatschappij een systeem aanbiedt wat de menselijke relaties onmogelijk gezond kan doen maken. Neem nu de man-vrouw-relatie waarin bezit een duidelijke basic drive is en die een hele reële survival value heeft omdat de maatschappij een grotere overlevingskansen niet waarborgt. Hun spitsvondig geneuzel beledigde Thérèse's intelligentie zonder dat ze daarvoor adequaat werd gecompenseerd in fysieke zin. En Thérèse, die gewend was van alles het beste te krijgen, kon dat niet velen. Hoewel Simon, de oudste zoon van Letta, niet het intellect had van Thérèse, groeide hun jeugdvriendschap uit tot liefde. En daarmee was Thérèse tevreden. Wil je met me trouwen? Ik hou van je, Simon, maar trouwen met mij wordt niks. Ik heb niet genoeg aandacht voor je. Mag ik bij je zeggen? Ja, daarom juist. Dat ik zwanger ben. Nee. Zwanger? Ik krijg de ananas. Nee. Wel. Nee. Krijg hem lekker wel. Geef je die ananas? Ja. Goh. Wil je het hebben?
En natuurlijk wil ze het hebben. Natuurlijk wil ze het niet hebben. Tuurlijk wel. Nee, toch? Natuurlijk wil ze het hebben. Waarom niet? Natuurlijk wil ze waarom het niet wel? Hebben. Ja, toch? Waarom wel? Waarom niet? Natuurlijk niet. Ja, toch? Lekker niet. Lekker wel. Lekker niet. Lekker wel. Nee. 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 Nou, ik moet hier ernstig over nadenken. Heb jij dan geen medelijden met dat kind? Zou je het niet liever de last van het leven besparen? Of tenminste jezelf niet belasten met de misdaad in koelen bloede een kind tot leven te dwingen? Nou, even geen Schopenhauer vinger. Dit is belangrijk. Ik snap niet hoe je het kan doen. Leven maken voor dit leven. Verdomde leven. Verdoemde leven. Therese en Simon kregen een dochter en noemden haar Sarah. Kijk, dat was een lekker kind. Ja, en het heeft natuurlijk rood haar, hè? Precies te raden. Precies zijn vader, want die had namelijk ook rood haar. Blijft altijd in de familie. Kijk, dat zo. En als het allemaal zulke lekkere kinderen waren. Mag ik er even vasthouden? Ja, nee. Wat ziet ze er nu uit? Ze lijkt op de vader. Ik ben de moeder. Zo. Oh, wat een schat van een kind. Oh. Alles is erop en eraan. Het is weer een taak. Therese's ontvangst van haar kind liet het een en ander te wensen over. Maar Simon legde haar toen uit hoe dat nou zo kwam. Oh, het spijt me je te moeten zeggen, Sarah, maar je moeder is niet normaal. Had je maar je moeder. De tijd liet zich gaan. De seizoenen volgden elkaar op, haalden elkaar in, sprongen en buitelden over en door elkaar heen, als wilden ze speels een einde maken aan de eeuwigdurende rondedans van geboorte en dood. Jij dacht dat we het vergeten waren, hè? Mooi niet. En nu kan je aan Sarah beginnen, vinger. Ach, Saartje. Kunnen we samen Nietzsche lezen? Vinger, waarom kom je nooit buiten? Das allerbeste is niet geboren te zijn. Niet te zijn. Niets te zijn. Das zweitbeste is bald... Vinger, hou op. Zu sterben. Kijk eens, Saartje. Wat is het dan? Kom maar. Laat me even mee naar binnen. Kom maar. Zit het jodie met dat kastje naar boven? Papa, kijk. Het is niks, Saartje. Thank you.
geschreven heb. Maar Dede is toch nog niet dood? Waarom juist? Nu kan ze het nog lezen. Dede, wil je lezen wat ik geschreven heb? Wil je kijken voor jou? Gedicht voor dode Dede. Dede is een grijze duif. Uit en best zo mooi. Maar nog niet dood, gelukkig. Want als Dede dood is, mis ik haar heel erg. Want na mijn omi en mijn moeder en Lara en mijn oma is Dede de liefste. Vrouw van het hele dorp, van de hele provincie, van het hele land. Van het hele land. Zo is Dede nu ze nog niet dood is. Mooi. Ik ga weer verder met schrijven, Omi. Alsof Sarah met haar gedicht voor dode Dede de dood op een idee had gebracht, werd er plotseling erg veel gestorven in het dorp. Met groot gemak had Letta 12 kinderen gebaard, maar de 13e werd haar fataal. Verdomme. Ik had nou wel even door willen gaan. De kapelaan trok weg met zijn 12 discipelen en werd maatschappelijk werker in de grote stad. Janne werd getroffen door een welgemikte trap van een veel mishandelde koe. Lippe Willem overleed na een tragisch ongeval met de tractor. En Dede was ontroostbaar. En nog waren de verschrikkingen niet voorbij. Therese. Het is absurd om aan te nemen dat de eindeloze smart die de wereld teistert, berust op doelloos toeval. Integendeel. In zijn algemeenheid is rampspoed de regel. Wie kan ik schuldig bevinden aan ons bestaan? Toch nauwelijks de zon die ons per ongeluk liet leven. Ik kan mezelf beschuldigen, aangezien ik niet in een God geloof of in een hiernamaals. Dan zou ik mezelf kunnen wijsmaken dat het leven een belofte inhoudt. Een hemels dessert na een onverteerbare maaltijd. Ik ben er nooit in geslaagd me te verliezen in de algemene misvatting dat alles ooit op een dag beter zal zijn.
Het zal niet beter zijn. Op zijn best of op zijn slechtst zou het alleen maar anders zijn. Na de dood van de kromme vinger was Therese eenzamer dan ooit. En Danielle voelde een machteloze woede over het verdriet van haar dochter. Het lichaam van de kromme vinger is verbrand. En zijn as is uitgestrooid over de aarde. Ja, maar... Er is niets wat voor altijd sterft. Er blijft altijd iets achter. Een klein deeltje waaruit iets nieuws groeit. Dat begint dan met leven. Zonder te weten waar het vandaan komt. En waarom het er is. Maar waarom? Omdat het blijkbaar wil leven. Is er ook geen hemel? Dit is de enige dans die we dansen. Wie gaat voor ons het eerste dood? Als alles goed gaat en ik mijn zin krijg, ga ik als eerste dood. Maar ik ben het voorlopig nog niet van plan. Ik kondig het wel aan als het zover is. Je hoeft je geen zorgen te maken. Want ik kan nog jaren mee. Oh, gelukkig. Dede. Er moet geleefd worden. Hoe dan ook. Overwon tijd. Kinderen werden geboren. Niet meer zoveel als in Letta's tijd, maar genoeg om de wereld draaiende te houden. Soms kroop de tijd voort, plat op zijn buik als een vermoeide schildpad. Dan weer scheerde hij door het leven, gretig als een gier op zoek naar meer en meer. De tijd trok zich niets aan van dood of leven, van verval en groei, van liefde, haat of jaloezie. Hij negeerde al die dingen die voor ons zo belangrijk zijn dat we er de tijd door vergeten.
Voel je je niet goed? Ik ga dood. Nu? Vandaag. Ik heb toch beloofd dat je betijds laat weten. Echt? Tja. Het valt niet mee. Ga ze maar halen. Saartje. Ik wacht wel met doodgaan, tot je weer terug bent. Nog voor de zon opkwam, wist Antonia dat haar dagen geteld waren. Ze wist meer. Ze wist dat dit haar laatste dag zou zijn. Ze zou haar dierbaren bij zich roepen en vertellen dat ze dood zou gaan, haar ogen sluiten en sterven. De boer Bas zou eigenhandig haar kist timmeren en Olga de Russische zou haar afleggen. Met haar ervaring kon dat gebeuren in een handomdraai. Met haar tact was het niets om je over te schamen. Het is de malle Madonna. Ze vecht als ze buiten kon spelen.
Haar dochter Danielle zou haar verdriet opkopen. Maar later zou de verf woedend van het doek spatten. Haar kleindochter Therese zou het niet kunnen laten zich verstrooid af te vragen wat nou exact het volume van Antonia's laatste adem was. En ik, Sarah, haar achterkleindochter, zou niet van het sterfbed van mijn geliefde overgrootmoeder wijken, omdat ik bij haar wilde zijn, op het moment dat het wonder van de dood Antonia's geest en ziel zou onttrekken aan haar fenomenale lichaam.